natuurlijk, je moet nooit de moed opgeven, toch? Maar soms denken we ook wel eens van, waar houdt het op? Maar waarop baseert u uw optimisme en uw vertrouwen misschien? Nou ja, misschien een beetje toch wel dat ik een optimistisch mens ben. Dat ik denk, nou het zal allemaal wel weer, nou het komt nooit helemaal goed, maar ja. Ja, je moet er zelf wel wat van maken. Ja, en wat dat betreft, ja, een hoop flauwekul allemaal hoor. Maar u slaagt er wel in om een beetje optimistisch door het leven te gaan? Nog wel, ja. Tot ik onder de grond lig natuurlijk, dan niet. Door elk klein dingetje te vieren, elke dag. Elk blij dingetje. En ja, de hoop erin te houden. En u houdt zich niet zo bezig met de grote problemen in de wereld? Ik hou me er wel mee bezig, maar ik laat me er niet door lam leggen of depressief van worden. Ik zie het zitten, ik zit ook lekker. Dus... Maar dat is natuurlijk heel letterlijk, hè? Is heel letterlijk, ja, precies. Nee, maar je doet het met wat je hebt. En dat heb ik thuis vroeger geleerd. Wij waren een gezin met 8 kinderen en je kreeg eerst 1 boterham met niks en dan pas een boterham met wat. En zo hebben wij altijd geleerd om zuinig te zijn. En waarop is dat gebaseerd volgens u? Ik heb aardwarmte en alle mogelijke dingen die helpen om de kosten te drukken. Dus het gaat heel goed. Ja, wel om die andere mensen, maar niet dat ik zelf in die problemen kom. Maar ik vind het wel zielig voor andere mensen dat ze in die problemen zitten. En hoe denk jij daarover? Ja, wel ook zo. Ja, zeker. Ja, de regering doet niet veel hoor. Wat dat betreft hoef je daar niet op te rekenen. Waar moeten we dan wel op rekenen? Ik ben nou, hoe heet het, ik ben dus gepensioneerd en ik heb Rutte nog nooit horen vertellen wat zullen die mensen het moeilijk hebben. Volgens mij heeft hij een hekel aan nou vandaag of zo. Ze maken er wel een potje van, vind ik. En op welke gebieden doen ze dat bijvoorbeeld, volgens u? Ik denk op het gebied van het hele milieugebeuren, het klimaatgebeuren. Ik vind het allemaal een beetje rommelig gaan. Er zit geen... Ze springen eigenlijk van het probleem naar probleem, zonder dat ze eigenlijk over de oplossingen het vaak hebben. Ze schieten een kanon af en dan zien ze wel wat er gaat gebeuren. Ik kan een sigaretje minder roken, ik kan een glaasje wijn minder drinken, dat komt al een heel eind. Nou, er is heel veel te doen, maar als enkeling, ja, je kijkt ernaar, je luistert ernaar en je hoopt dat het voor de betrokken mensen een aantal dingen opgelost zullen worden. Ja. Maar er zijn natuurlijk nog omstandigheden die anders zijn, hè? Ja, komt een oplossing. Ook met de stikstof komt allemaal een oplossing. Daar hebt u vertrouwen in? Zeker. En aan welke soort oplossingen denkt u dan? Geen idee. Daar heb je de specialisten voor. Nou, zo hoog acht ik ze niet. Dat oh, ze de dat die, doet ja, de mensen? Ja. Ja. Oh, beide misschien? Ja. Beide misschien, ja. Dat de crisis wat met elkaar te maken. Nou ja, ik denk dat de mensen toch onzeker worden. Hoe moet ik het zeggen? Dan is het dit. Ja, hoe moet ik het onder woorden brengen? Dat is een beetje lastig. Maar ja, men wordt onzeker en dan wordt er alles bijgehaald vaak. En dat is ook niet juist gezegd hoor. Ja, mijn idee is dat de politiek nog steeds denkt in het nu. In het nu en niet in de toekomst. De toekomst, als je daar goed over nadenkt, dan moeten ze misschien heel andere maatregelen nemen. Maar dat is niet politiek natuurlijk niet interessant voor ze. Ja, nou, die mensen hebben het hartstikke moeilijk. Ik ben gelukkig geweest om dus iets te doen waar ik het rustig kan rondkomen. Maar er zijn mensen, dat is gewoon waanzin. Gewoon en daar zou iets aan gedaan moeten worden volgens u? Ja, zeker. Zeker. En wat en zou er dan hier... aan gedaan kunnen worden? Nou, alleen de mensen die het nodig hebben, dus geven wat ze toekomen. En dat die mensen ook gewoon het leven door kunnen gaan. Maar niet niks zeggen en niks toelaten, helemaal niet. Onwil, met de mond niet, maar uiteindelijk...
in het hele gebeuren, hoe los wordt op, denk ik dat er toch uiteindelijk weer wat naar voren wordt geschoven. En misschien dat dan een volgende kabinet enzovoort, dat die het misschien aan kan pakken. Ja, neem de dingen zoals ze zijn. En als het minder moet, dan moet het minder. Denk zo simpel ik. Is het? Ik ben bang dat het niet anders is. Dat het niet anders is. Zo zeggen. We zijn blij en tevreden met de dingetjes die we wel hebben. En waar kleine dingetjes waar mensen ook blij van kan worden. Als je dat niet meer benoemt, dan geniet je niet meer. En dat is een mooie balans met alle negativiteit die er ook is. U zit desondanks al zitten. Ja, kijk, wij zijn al mensen en het is voor onze kinderen is het nog te doen, maar de kleinkinderen lijkt mij een probleem. Ja. Dan wordt het lastiger, het klimaat en alles en energie, dat wordt voor kinderen, kleinkinderen wel lastiger. Maar goed, dan komen er ook wel weer oplossingen. Ik blijf in ieder geval optimistisch. Dank u wel. Ja? En u ook bedankt. Ja, tot de dienst.